Helpt er dan een scheidsrechter als Bas Nijhuis een soort van mee in jullie strijdplan? Je weet van tevoren wel dat als Nijhuis fluit dat er wat meer wordt toegelaten. Dus dat neem je wel mee. Het kan soms ook vervelend zijn als je als aanvaller een aantal beuken krijgt of een aantal tikken en er wordt niet gefloten. Dus het heeft voor- en nadelen. Daar hebben we niet ons strijdplan op aangepast hoor. Alleen af en toe. Ja, als er dan wat meer mag, dan helpt dat meestal de ploeg die het wat meer van de duels moet hebben wel, ja.